de opening van Mi Ritmo. Wat zijn we blij dat we meer mogen optreden tijdens dit speciale 125-jarige jubileumconcert. Zojuist hoorde u Not Just For Men van Anton Gruiters. Low toms, bass drums, high toms, cymbals en rimdicks en dat allemaal keer drie. Zoveel verschillende instrumenten, zie dat maar eens ritmisch gelijk te krijgen. Dat was een hele uitdaging voor Mi Ritmo tijdens de lockdown. Mi Ritmo speelde voor u Not Just For Men van Anton Gruiters. Hey fellow, can I talk to you for a second? What's the harm in a second talk? Hey good looking, I like your hair. Hey mister, you got a cigarette for me, huh? Oh sir, you speak French? Parlez-vous français? Hey guy. Do you want to dance? A little dance won't hurt ya. Do you want a tango? It always takes two to tango. Ooh, you're so tall. Let's have some fun. Enkele kreten uit het nummer Big Spender, zoals die te horen is, op Broadway in de musical Sweet Charity. Het nummer is geschreven door Kai Coleman en Dorothy Fields. De musical werd voor het eerst opgevoerd in 1966. Shirley Bassey maakte van Big Spender een wereldwijde hit. Shirley Bassey van de titelsongs van James Bond films zoals Goldfinger, Diamonds Are Forever en Moonraker. Ook de hit This Is My Life is van haar. Het harmonieorkest opent het blaasgedeelte graag met dit stuk. Het is bekend, maar ook uitdagend qua speelstijl en qua toonhoogte voor sommige instrumenten. Het harmonieorkest onder leiding van Anne Groenewegen met het nummer Big Spender. Junior en Mi Ritmo spelen voor on the floor in een vierkwartsmaat met snare drum, field drum, quint, bass drum en cymbals. Dit is een van de lesnummers die tijdens de lockdown online werden ingestudeerd. Het nummer komt uit Recital Pieces, geschreven door Dirk-Jan van Groningen. En nu heb ik eens zitten tellen, al die instrumenten bij elkaar, dat zijn er toch vijf.
Hoe komen ze dan aan four on the floor? Dus aan u de taak om eens uit te vinden waar die titel four on the floor nou vandaan komt. Mi Ritmo en Mi Ritmo Junior onder leiding van Richard van Baarle met four on the floor. Waarschijnlijk zat hij voor in de vierkwartsmaat. En dan nu, dezelfde spelers, dezelfde dirigent, dezelfde instrumenten, dezelfde componist en dezelfde manier van oefenen, namelijk online. Maar nu in een 6/8 maat en het heet dan ook six-pack. Buiten is het herfst. Het is koud, het is nat, het is winderig en er is mist. Het volgende stuk dat de harmonie gaat spelen brengt u hopelijk in een beetje Caribische sferen. Dit nummer is ontstaan bij de Caribische Brass Band School in Rotterdam-Zuid, redelijk dichtbij dus. Waar iedereen die maar wil een slaginstrument of een blaasinstrument kan gaan spelen. Alle niveaus zitten bij elkaar. Dus heeft de docent, genaamd Dexter, een stuk bedacht waarin al die niveaus met elkaar kunnen spelen. Zodat alle leerlingen tijdens het begin van het nieuwe schooljaar al gelijk een nummer kunnen spelen. In de harmonie zitten ook steeds nieuwe leerlingen. En dan kunnen ze terugvallen op dit gezellige Caribische stuk. Dexter heeft het stuk gemaakt, dus de leerlingen van de Brass Band School hadden het idee om het nummer ook Dexter te noemen. De harmonie met Dexter. Thank you.
nummer dat we gaan horen van de harmonie is Kijk, Kijk, Kijk. En het is een vervolgstuk op Dexter. Waar Dexter ervoor zorgt dat de speler de eerste 5 noten goed in de vingers krijgt, van beneden naar boven en weer terug, leert de speler in Kijk, Kijk, Kijk het fenomeen drieklank spelen. Oké, dus elke muzieknoot heeft een eigen toonlander, beginnend op een letter, gekozen uit A tot en met G. En via een speciale code speel je dan naar boven tot de volgende zelfde letter. Zoiets, denk ik. Als je uit deze volgorde van de tonen de eerste, de derde en de vijfde toon pakt, dan heb je de drieklank van die toonladder gepakt. Zoiets. Dus in dit geval beginnen denk ik de trompetten met een C. Dat gaat vast een stuk beter klinken dan ik op mijn enorm pianootje. Vanuit de toonladder C pak je dan de eerste, de derde en de vijfde toon. En dat zijn dan C, E en G. En deze drie tonen zijn dus de eerste tonen van het stukje Kijk, Kijk, Kijk. Nou, heel ingewikkeld, maar om de melodie goed te leren hebben de Caribische Brassband leerlingen een tekst bedacht. En die gaat als volgt. Zo. Kijk, kijk, kijk wat een mooie meid. Kijk, kijk, kijk wat een mooie meid. Kijk, kijk. Nee, niet helemaal. Nou ja, misschien moeten jullie het dan maar gewoon gaan spelen met z'n allen. De harmonie met Kijk, Kijk, Kijk. Ja, nou snap ik hem. Kijk, 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 wat een mooie meid. Ik heb jullie gewoon nodig om dat soort ingewikkelde muziekstukken te kunnen onthouden. Het volgende nummer dat we gaan horen is alweer het derde stuk dat Mi Ritmo en Mi Ritmo Junior samen online hebben ingestudeerd. En het is wederom een stuk van Dirk-Jan van Groningen. Dit keer is het Nine is Fine en het is een tweekwartsmaat. En er worden ook nog roffels gemaakt. Dat online oefenen levert trouwens ook nogal leuke dingen op die ze eigenlijk tijdens het offline oefenen nooit hadden ontdekt. Zo gebeurde het regelmatig dat als iemand eventjes een rust had, een leuk dansje voor de camera aan het maken was. En toen dacht Richard van Mi Ritmo, hey, dat kunnen wij gebruiken tijdens het concert om leuke visuals te maken tijdens het nummer. Dus luister en kijk mee naar Mi Ritmo en Mi Ritmo Junior met Nine is Fine.
Wauw, je moet het maar kunnen. En drummen en dan ook nog bedenken wanneer je een rondje moet draaien. Wat super knap. Het volgende nummer wat we gaan horen is wederom van Mi Ritmo en Mi Ritmo Junior. Het nummer werd een paar jaar geleden speciaal voor hen geschreven door Ton Ipskamp, een voormalig instructeur. Om met de leerlingen en de slagwerkgroep vrij snel samen te kunnen spelen. We horen de snare drum, field drum, bongo's, cymbals en bass drum. En alle leden kunnen ook echt op al die instrumenten spelen. Copy me! Clarinetten vanavond een beetje in het zonnetje te zetten, speelt de harmonie My Little Clarinet. En dat heeft trouwens niks te maken met het formaat van het muziekinstrument. Maar als u goed kijkt, snapt u tijdens het stuk waarom het zo heet. De klarinetsectie is het afgelopen jaar gegroeid dankzij kleine klarinetten. Naast Marja en Marijke speelt Guido alweer een paar jaar mee. Dit jaar zijn Anouk en Lois erbij gekomen. Ze gaan als een trein, dus een groot applaus voor de harmonie met My Little Clarinet. Thank you.
Het heeft dus wel met het formaat van de klarinet te maken. Ik wist niet dat die dingen zo ver uit elkaar konden. Supergoed gespeeld. Maar als we de klarinetten in het zonnetje zetten, moeten we dat natuurlijk ook met de slagwerkers doen. Want een harmonieorkest is echt niet een orkest met alleen maar blazers. Het stuk heet dan ook de Three Drummers en u ziet er hier dadelijk wel vier. Ruben, Maya, Jasper en Wilco zullen u verrassen met dit spetterende stuk begeleid door de blazers. De Three Drummers van de harmonie. Muziekstuk instuderen online met allemaal redelijk matige wifi is bijna niet te doen. Dus heeft Richard zich tijdens de afgelopen lockdown zich ontpopt als een geschiedenisdocent / muziekdocent. Maar ja, die leerlingen vonden het op een gegeven moment toch wel een beetje, ja, wanneer kunnen we nou niet eigenlijk echt weer even een beetje muziek gaan spelen? Dus gingen ze maar oude tamboers spelen. Die werden tevoorschijn gehaald. De oude marsen. En dat bleek eigenlijk best wel heel goed te werken. Een oude mars genaamd Baldo, geschreven door AJ Boetsen, door Mi Ritmo.
Roze Panter, wie kent hem niet? De Pink Panther. Een tekenfilmserie over een slanke, gedistingueerde, rechtoplopende panter. De tekenfilms bestaan uit korte afleveringen van zo'n 6 minuten. De Roze Panter wordt vaak vergezeld door een mannetje met een snor en een pet. Uiteraard zitten ze elkaar structureel flink in de weg. De harmonie met Pink Panther. Junior neemt u mee On The Road. Een entertainend stuk uit 3 delen, geschreven door Ivo Kouwenhoven. Nadat de slagwerkers een tijdje onderweg zijn, komen ze toch een beetje bij een opstopping. We luisteren naar On The Road.
remmen, gassen. En nu staat het helemaal stil. Ze zitten gewoon een krant te lezen achter het stuur. En te telefoneren, dat mag helemaal niet. Dat is een hartstikke hoge boete. En levensgevaarlijk. En er zit er een gewoon bier te drinken achter het stuur. Hé, hey, dat kan toch niet? Alcohol in het verkeer, dat gaat niet samen. Hoe oud ben je trouwens? 12. Dan mag je helemaal nog geen alcohol drinken. Alcoholvrij. Oh, 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 oh. Nou, als je maar wel goed oplet tijdens het rijden. Oh, even kijken hoor. Is de krant al bijna uit? Gaat het alweer bijna rijden? Nou, volgens mij begint er een eind te komen aan de opstopping. Heeft dat thuiswerken toch nog zin? Is de link tussen deze en deze? Ja, dat is een lastige, hè? Nou, de kinderen van de harmonie hadden het heel snel door. Ze speelden Everybody Needs Somebody van de Blues Brothers. Maar zij dachten eigenlijk dat het uit Sesamstraat kwam. Ik heb het nooit gehoord, dus let maar eens goed op tijdens Everybody Needs Somebody... Of u de link ook kunt horen. Thank you.
instrument bespelen vind ik al knap. Maar in één nummer meerdere instrumenten afwisselen, dat vind ik super knap. Instrumenten zoals de snare drum, splash cymbal, floor tom, bongo's, quad toms en de beat ring. Het nummer is geschreven door Anton Gruiters. Miritmo speelt Three Drum Friends. We zijn nog even onderweg, maar de harmonie speelt elk nummer met het enthousiasme van een openingsnummer. Introducing the Band van Kees Vlak is het eerste nummer van een serie big band nummers voor harmonie of fanfareorkest. De band wordt tijdens dit nummer aan het publiek voorgesteld. Je hoort het in de eerste maat al. Doek op, de show kan beginnen! Thank you.
een 6/8 maat afgewisseld met een 3/4 maat. Uit de oude doos van de drumband. En in de tijd was het een uniek muziekstuk en een unieke ervaring om met wisselende maatsoorten op straat te lopen. Geschreven door Sandri Egberts. Mi-ritmo met quickstep, slowstep. Tja, tja, tja. Een niet al te moeilijk stuk dat uitnodigt om in uw huiskamer lekker een dansje te wagen. Deze chatterbox tja, tja heeft een echte exotische touch. Dit is het tweede deel uit de serie Big Band nummers. Namelijk een nummer van Kees Vlak. De harmonie met chatterbox tja, tja. Thank you.
Het volgende nummer dat MiRitmo voor u gaat spelen is wederom eentje uit de oude doos en online ingestudeerd. Het eerste deel is in een 2/4 maat en het tweede deel in een 6/8 maat. Maar de beat blijft gelijk. Geschreven door Martin Saxony. MiRitmo met Surprises. Supertramp. Nee, ik sta hier geen reclame te maken voor een of ander kledingmerk. Ik heb het over de formatie die is opgericht in 1969. Hun 6e album Breakfast in America is uitgekomen in 1979. En dat had een compacte popsound en was een enorm succes. Arrangeur André Wijknijn heeft voor deze medley 2 nummers van dit album gebruikt. The Logical Song en Breakfast in America. Evenals de hit It's Raining Again uit 1982. De harmonie speelt voor u de Supertramp medley. Thank you.
Thank you.
alweer naar het laatste nummer van Mi Ritmo van vanavond. Wederom een nummer van Anton Gruiters. Een bassdrum, twee snares en een tom. En drie slagwerkspelers. Dat is uiteraard een garantie voor een spectaculair optreden. Geniet mee van Mi Ritmo met Three of a Kind. Ik weet het nog zo goed. Ik was 1 jaar... Nou ja, natuurlijk weet ik dat niet meer. Maar de provincie Groningen gaf Jacob de Haan de opdracht om een stuk te componeren voor de bevrijdingsherdenking. Een droom. Een wereld zonder oorlog. Free World Fantasy is de eerste compositie in een reeks waarin Jacob de Haan concertmuziek combineert met popmuziek in een stijl die doet denken aan filmmuziek. Zijn latere werken Oregon, La Storia en Utopia met dezelfde stijlformule oogsten ook veel succes. Het laatste nummer van vanavond, Free World Fantasy door de Harmonie. Thank you.
dat was alweer het laatste nummer van dit fantastische jubileumconcert. 125 jaar bestaat Crescendo al. En we willen natuurlijk nog veel langer door. Dus heeft u nou genoten van dit fantastische concert? Ga dan vooral eventjes naar de website www.crescendo-blijswijk.nl. Want daar staat een link zodat u een donatie kunt doen. Dan wil ik graag nog een hartelijke applaus voor de harmonie onder leiding van Anne Groenewegen. En dan kom je even hier staan. Ja, nee, dat maakt niet uit. Een bloemetje. Nogmaals, een applaus voor Anne Groenewegen met de harmonie. En uiteraard ook een heel hartelijk applaus voor Miritmo met Richard van Baarle. Top, fantastisch gespeeld, fantastisch gedirigeerd. En voor mij is ook een bloemetje. Vergeet dus niet naar de website te gaan, www.crescendo-blijswijk.nl, en laat uw donatie achter. En hopelijk volgende keer tot in het echt!